Welkom. Nieuwe podcast van Hardlopen. En deze gaat over vreemde vragen. Ik had een gesprek met twee andere hardloopcollega's. Die gewoon hardlopen. Die bezig zijn met de website hardlopen. Maar bezig zijn gewoon met hun eigen ding. Dat is baan. Dagelijkse dingen. Gezin, vrienden. Social, et cetera. En ik weet niet hoe we erop kwamen, maar het ging er even over PTM met die website. Ik ben zo druk mee, mensen helpen, allemaal tips. Ik zeg, ja, vind ik gewoon superleuke mensen helpen, dus zo simpel is het. Maar dat is niet wat over in. Hoe we erop kwamen was van de vreemde vragen die ik kreeg volgens hen. Ja, want we kwamen als spreken over iets, ik weet niet meer hoe het nou begon. Ja, volgens mij. Nou ja, het is misschien een beetje een rare podcast, maar ik denk dat ik het ook maar gewoon vertellen hoe het is. Iemand die had loslatende teennagels bij het hardlopen of ontstaan. Ja, door het intensief sporten. Eerst de kleine schoenen, toen een verkeerd advies. Volgens mij ook iets met hygiëne, maar die hardlopen was dus echt wel een groot probleem. En die moest echt tijdelijk stoppen met lopen. En daar ben ik toen best wel mee bezig geweest. Ik kan natuurlijk niet heel veel meer doen dan zeggen van, hey, je gaat direct naar een arts. Op het moment dat ik het hoor. Maar goed, vervolgens is die bij die arts geweest. En dat is niet echt direct een oplossing, dus je kunt wel een beetje meedenken. Maar dat vonden ze al raar dat ze daarmee mailden naar iemand met een website over hardlopen. Ik denk, ja, lijkt mij heel logisch dat doet, want ja, wie weet heeft iemand ervaring. We hebben natuurlijk een Facebookgroep. Als je nog niet in onze Facebookgroep zit, word gerust lid, gratis lid. Is een groep met mensen die hardlopen. Elkaar inspireren, helpen, motiveren. Alles mag, behalve één ding, is elkaar anti-motiveren, demotiveren, zo heet het, ja, demotiveren. Dus negativiteit wordt niet toegestaan. Dat is één regel die heb ik opgesteld en die blijft ook gewoon. Het moet alleen elkaar helpen zijn en enthousiast maken. Zeker niet zeggen van, hey, loop je pas 5 kilometer of 2 kilometer. Of je doet dit verkeerd. Natuurlijk mag je wel zeggen, hey, zou het niet een goed idee zijn om dit te doen. Maar het moet altijd positief. Dat is de regel die ik heb opgesteld en dat is wel, ja, dat vind ik gewoon belangrijk. Maar goed, in die Facebookgroep ga je vaak niet iedere vraag stellen. Dat merk ik vaak. Soms zit er toch wel een beetje een zweem van. In ieder geval, je social profiel staat natuurlijk bij. Het is wat anders dan op een of ander vaag forum. Het is echt een openbare site. Nou, toen kreeg ik. Dus zo, niet elke vraag ga je stellen. Nou, kreeg iemand, meerdere mensen trouwens al, die beginnen met pleisters over de tepels bij het hardlopen, bijvoorbeeld bij een halve of een hele marathon. Ik zeg, ja, heel normaal eigenlijk, want ja, niet dat ik er bijzonder veel last van heb. Ik heb al marathons meerdere gelopen, volgens mij zonder pleisters, maar tegenwoordig gebruik ik ze ook. Want ik merk wel dat het vaak geïrriteerd raakt, maar ik zie het regelmatig dat je in de marathon loopt of iemand ziet met een lichtgekleurd shirt, met echt gewoon één rode vlek of twee rode vlekken. En dat is dus echt wel. Ja, dan is het dus echt wel serieus pijnlijk. Hè? Los van dat het natuurlijk zeg maar hele boeiende foto's zijn over 10 jaar als je ze nog eens terugkijkt. Het is ook gewoon iets wat niet prettig is. En dan is pleisters gewoon een simpele oplossing. Het zijn vaak zulke simpele dingen die je kunt doen om het lopen leuker te maken. Gekke vraag. Allerlei blessures van nek, ogen, ook dingen die je denkt van, heeft ermee te maken? Natuurlijk hele dikke handen, maar sommige die zo dik zijn dat ze echt stoppen met hardlopen of tijdelijk stoppen. Echt wel bijzonder raar. En niet alleen de hielspoor en de enkel en de knie en de voeten blessures, maar echt ja, blessures op de vreemdste plekken. Ja, ik heb eigenlijk alles wel een beetje voorbij zien komen. Alleen je weet natuurlijk niet wat je niet weet, maar volgens mij heeft nog nooit iemand neuspijn gehad. Zit ik nou te denken, nee, dat niet.
maar wel echt allerlei andere dingen. In ieder geval, wat ik wil zeggen, schroom niet. Wij weten niet alles. In de Facebookgroep weet je natuurlijk veel meer. Zeker geen oproep om niet naar een arts te gaan of niet naar een medisch specialist. Maar you never know wat je wel kunt halen op een blog. En wat het is, wat ik wel heel mooi vind, we hebben best wel veel gastblogs van mensen die een blessure hadden, die er ook over geschreven hebben. En soms is dat een beetje anoniem, maar mensen willen wel heel graag delen over wat ze hebben meegemaakt, wat hun oplossing is. Het zijn vaak hele praktische, pragmatische oplossingen van, dit is mij overkomen, ik kreeg dat en dat advies. Ik heb dat geprobeerd, het werkte wel of het werkte niet en ik heb dat gedaan. Dus zoek ook gerust op de blog naar de vraag die je wilt beantwoord hebben. En zie je hem niet direct staan, stel hem gewoon. Je kunt bijna onder ieder bericht gewoon een vraag stellen. En dan komen we er zo snel mogelijk op terug. Gewoon om jou te helpen met het hardlopen. Want dat vind ik gewoon echt het allermooiste. Ik zou zeggen, succes. En tot een volgende podcast.